Jongere mensen, super dood dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal Gamesville. En in deze video, zoals je aan de titel kan zien, heb ik een unboxing video voor jullie jongens. Het is niet zomaar een unboxing video, dit is natuurlijk een unboxing video over de enige echte Stream Deck. Ik heb hem in dit pakketje zitten. En voordat de video nou eigenlijk echt begint, wil ik natuurlijk een dikke SO doen naar Elgato Game, jongens. Super ziek. Ik zou zeker even ook even een kijkje nemen op hun site over bijvoorbeeld capture cards of gewoon natuurlijk de Stream Deck zelf. Want ben je een streamer en zoek je iets om echt te streamen, super easy, chill te dirigeren eigenlijk met scènes, switchen, geinige foto's en muziekjes en gif dingetjes, allemaal plaatjes wat beweegt in streams te gooien, is dit echt het perfecte ding natuurlijk. Want holy shit. Het is niet zomaar een ding, het is dus speciaal iets voor, het zegt het eigenlijk al, Stream Deck. Dus het is speciaal voor streamen eigenlijk gemaakt. En ik ga het gewoon met jullie unboxen. Dus laten we maar beginnen, let's go! Nou jongens, dit is natuurlijk het pakketje. Ik heb hem even een soort rits eraf gehaald. Dus we gaan maar nu maar gewoon even gelijk het pakketje openen. En dan ga ik gewoon laten zien hoe die eruit ziet. Nou, het is gewoon een doos. Nou, de doos is op zich niet heel erg van ja, belang. Maar dit natuurlijk wel. Je ziet het is mooi in bultjes plastic verpakt. Dus die gaan we maar ook even openmaken. Het zit gewoon eromheen. Dus het is best wel makkelijk eraf te halen. Al zeg ik ja, dankjewel. Nou jongens, zo ziet dus de Stream Deck doos eruit. En ik zeg je eerlijk, ik vind de doos echt heel erg vet eruit zien. Ik heb natuurlijk ook van Elgato ooit gekocht. Best wel lang geleden. Een Elgato HD60 natuurlijk, zoals je hier ziet. Daarvoor heb ik nog een hele oude gekregen. Die heb ik aan Sam gegeven. Dat was de Elgato gewoon de normale Game Capture. Dus die, ja, op zich, ik gebruik hem nu eigenlijk bijna nooit meer. Omdat ik nu op PC Fortnite stream. En eerst altijd op PS4. Maar nu, zeg maar op PC, gewoon eigenlijk geen capture card nodig heb. Gebruik ik gewoon mijn PC in OBS en zo. Maar dit komt echt goed, want dit is echt een chill ding natuurlijk, ook voor PC streamen natuurlijk. Dus laten we maar gewoon uitpakken, kijken wat erin zit. En ik zeg je eerlijk, ik vind de doos er echt heel erg clean uitzien. Stream Deck natuurlijk, zo ziet hij eruit. Het is een soort van iPad met knopjes eigenlijk. En ja, je ziet hier allemaal icoontjes. We gaan het natuurlijk ook helemaal uittesten. Dus laten we maar even hem gaan uitpakken. Nou jongens, ik heb hier dus de Stream Deck. Dus laten we maar gewoon openmaken. Ik zie hier wel dat er een plakbandje aan zit. Of kan ik hem gewoon... Ja, er zit een plakbandje aan. Ja, ik bijt altijd nagels. Dus mijn nagels zijn niet zo heel erg lang. Dus ik heb altijd moeite met dit soort plakbandjes. Maar dit gaat nog wel goed. Zo, nou, de plakbandjes zijn eraf. Dus nu kan hem... Oh, dat ging wel heel snel. Oké, ik zeg je eerlijk. Dit ziet er echt ziek uit. Gewoon helemaal stof hier natuurlijk in. Om dat ding natuurlijk goed te beschermen. Holy shit. Het is eigenlijk kleiner dan ik had verwacht. Zoals je hier ziet. Dit is mijn hand ernaast. En ja. Hij ziet er echt clean uit. Natuurlijk dit gaat ook gewoon plek innemen op je bureau. Dus het is eigenlijk juist chill. Dat dit gewoon niet van een heel groot formaat is. Zoals weet je veel, een iPad of zo. Dat is best wel nog wel wat van formaat. Oké. Laten we maar gewoon even van dichterbij laten zien. Nou jongens. Zo ziet de Stream Deck er dus uit. Gewoon in het echt, dus niet op een plaatje. En ik zeg eerlijk, het werd gewoon in dit stof dingetje. Het is een beetje, ja wat is het? Het lijkt op stof, het soort zacht iets in ieder geval. Dus hij werd goed beschermd. Laten we hem maar gewoon uit gaan pakken. Oké. Nou jongens, ik heb hem nu in mijn hand zoals je hier ziet. En hij heeft een paar van die klepjes hier aan de achterkant. Ik heb geen idee hoe je dit helemaal kan neerzetten. Oké, dit zit blijkbaar los. Oké. Oh, wauw. Het is dus alleen een standaard en de Stream Deck zelf. Dit is gewoon een los ding. Ik dacht dat het helemaal in zo'n ding zat. Nou, dit is dus de Stream Deck. Nou jongens, zoals je ziet heeft hij 15 knopjes. En het is een USB-aansluiting. Dus heb je geen USB-aansluiting meer op je PC. Moet je het even gaan fixen als je deze gaat aanschaffen. Dus hij heeft een, ja wat is het? Een gewoon prima lang kabeltje denk ik. Ik heb hem niet helemaal uitgevouwen. Nou jongens, ik denk dat we maar gewoon dit ding in de PC gaan doen. En gewoon kijken wat je allemaal kan doen. En zien hoe het allemaal gaat met dit ding. En ik ben best wel benieuwd, dus let's go. Nou jongens, zoals je ziet heb ik de Stream Deck aangesloten. En je ziet hier ook een welkomstekentje van natuurlijk Elgato. Dat is het middelste knopje wat licht geeft. Ik heb trouwens ook even de Stream Deck software natuurlijk geïnstalleerd. Want ja, anders kan je er niet zoveel mee. Dus we gaan gewoon dit checken en we gaan gewoon kijken wat het allemaal kan doen. Dus laten we maar in de computer springen. Let's go. Nou mensen, zoals je nu voor je ziet hebben we de Stream Deck software openstaan. En je ziet ook mijn muis natuurlijk bewegen. Jullie kunnen gewoon lekker meekijken. En we moeten nu eigenlijk deze knopjes allemaal op de Stream Deck gaan vullen met dingen. Wat handig is om gewoon even snel één knopje voor hoeven in te drukken. En dan heb je het gelijk gewoon staan, openstaan. Je kan natuurlijk
Google mee openen, gewoon YouTube gelijk. Dat ga ik persoonlijk wel doen, gewoon als ik even op YouTube wil. Ik gewoon een knopje indruk, dat is gewoon easy natuurlijk om gelijk op YouTube te komen. Maar je kan natuurlijk ook met Stream Deck in OBS Studio. Zoals je hier ziet, zie je OBS Studio staan. Scène, mixer, audio, record, stream, shorts. Nou, dit is waarschijnlijk HTTP Direct Veta Shorts. Dat zou waarschijnlijk dan zijn of je wilt een GIF-plaatje bijvoorbeeld in beeld laten komen, dat je dan die knop drukt. Dus ik ga natuurlijk gewoon hier en daar gewoon alle knopjes een beetje toevoegen. Ik zou niet misschien alles doen, maar gewoon wat we nu kunnen doen. En ja, dat gewoon als voorbeeld laten zien natuurlijk. Ik ga sowieso met OBS beginnen, want dat gebruik ik natuurlijk het meeste. En ga gewoon kijken of we ook YouTube bijvoorbeeld toe kunnen voegen. Dus laten we maar even scène gaan toevoegen, linksbovenin. Dat is natuurlijk een scène die je in OBS gebruikt. Laten we maar ook gelijk even OBS natuurlijk dan erbij gaan openen. Nou, hey, je ziet me hier even dubbel. Dit is bijvoorbeeld een scène die we nu hebben. Nou, ik heb Fortnite op dit moment niet aanstaan, dus dit ziet er een beetje gaar uit nu op dit moment. Maar oké, die laten we even op de tweede beeldscherm staan. Nou, je hebt zeg maar dus, ik zal het weer even bijpakken. Hier zie je streamen en main. Dat zijn mijn twee scènes die ik gebruik. Die heb ik op dit moment niet op een shortkey staan, dus ik kan op zich niet switchen nu daartussen. Dus stel, je bent lekker in de game, je hebt gewonnen en je wilt weer naar je grote beeldscherm gaan. Zeg maar waar je gewoon grootje cam in beeld hebt. Dat kan dus met de Stream Deck. Daar kan je een knopje voor indrukken dat je hier naartoe gaat. Dus we moeten onthouden main en streamer. Ik denk dat je die scènes namen moet onthouden. Nou, titel zetten we die op streamen. Dat is zeg maar de gameplay. Of we noemen wel even gameplay. Ik denk dat dat wat handiger is. Collection streams opnemen. Precies, scènes streamen. Dat noemen we dan streamen. Dat is dus zeg maar onze OBS scène hier. Streamen. Dat is zeg maar deze scène. Nou, we hebben dus de knop linksbovenin waarschijnlijk nu klaarstaan op streamen. Oké, natuurlijk hebben we twee scènes, dus laten we maar ook even de tweede scène toe gaan voegen. Dus daar slepen we ook even een scène in en die noemen we dan even main. Dat is zeg maar onze grote cam en die is dus main. Oké, nu gaan we kijken. We gaan OBS openzetten. Ik pak de Stream Deck er even bij voor jullie. Dan zien jullie het nu even op cam, je kan het helemaal plat doen. Nou, oké. Je ziet nu dat er twee knopjes zijn toegevoegd op het Stream Deck. Je hebt natuurlijk de middelste van Elgato nog. En natuurlijk heb je dus gameplay die we hebben toegevoegd en main. Dus je ziet nu voor mij de gameplay. En als ik nu op deze knop druk, dus de main, zal die moeten gaan veranderen. 3, 2, 1. Oh my god. Jullie zien het natuurlijk ook op beeld. Dus als ik nu weer op gameplay druk. Holy shit. Je kan eerst de hele tijd tussen switchen. Dit is echt, dit is precies wat echt gewoon een streamer nodig hebt. Nou mensen, ik heb nu even mijn Stream Deck helemaal geïnstalleerd zoals je hier nu kan zien. Ik heb er echt van allerlei knopjes op gedaan. Ik ben ook gewoon even er wat dieper in verdiept zodat ik een beetje echt het goed kan laten zien wat je natuurlijk allemaal met dit ding kan. En zoals je ziet, ik weet niet of je het heel goed kan zien, oh op dit moment wel, zie je allemaal knopjes erop. En je ziet die pijltjes en zo. Ik heb heel wat van die icons gemaakt in Photoshop, zodat ja, dan heb je een soort van, je kan gewoon je eigen plaatjes, kan je zeg maar voor knopjes doen. Dus daar ben ik ook even mee bezig geweest. En waar ik dus achter kwam, is dat je meerdere pagina's op je Stream Deck kan zetten. Zoals je hier ziet, zie je allerlei knopjes. Zo bijvoorbeeld Twitch, Epic Games, dat is natuurlijk de Fortnite Launcher, Netflix, Twitter, YouTube, een pagina terug trouwens. Discord, Sony Vegas, tippen, stream hierbovenin, mijn eigen kanaal, Fortnite, dus mijn stats kan ik gewoon via hier zien. Dus als je een van die knopjes gewoon indrukt, laat maar gewoon even mijn subcounter indrukken. Dan opent hij gewoon een pagina op Google met dus mijn subcount, jongens. Dus dit is echt insane. En wat je dus kan doen is dus meerdere pagina's kiezen. Nou, deze pagina, het ziet, ja, ik denk dat je het wel ziet. Spotify natuurlijk, druk je daarop, opent die Spotify hier. En dan kan je bijvoorbeeld, zie je hier zo, play, druk je daarop, gaat er een nummer aan. En je kan het heel pauze zetten, je kan het nummer doorspoelen, het is echt, dit is gewoon zo handig om te hebben natuurlijk. En hier heb ik ook gewoon een pagina met allemaal YouTubers en streamers. Bijvoorbeeld willen we Ninja kijken, drukken we daarop, gaan we naar zijn YouTube kanaal. Willen we zijn Twitch zien, drukken we daarop, op de bovenste, hoppakeetje. En dan opent hij zijn Twitch. Het is zo simpel om alles nu te doen. Gewoon met dit ding natuurlijk. Dus ik heb hier wat YouTubers staan die ik kijk. Nou, dit is dus mijn streampagina. Zoals je hier ziet, zie je Google. Dus als we stel, moeten iets in de stream even snel opzoeken, drukken we die gewoon in. Open die gewoon even via Google. En hiermee kan ik natuurlijk ook Spotify als laten spelen. Dus liedjes tijdens de streams. En hier kan ik dus scène switchen van 1 naar 2. En hier een plaatje in beeld laten komen. En ik kan hier zelfs zien
hoeveel kijkers ik op dat moment heb tijdens de livestream. Dus dit ding is echt insane. Dus ben jij ook een streamer? Ik zou zeker weten even een keer kijken of je die wil aanschaffen. Want dat ding is echt super handig natuurlijk voor livestream. En natuurlijk ook gewoon handig voor gewoon normaal gebruik. Bijvoorbeeld wil je even snel Sony Vegas opstarten. Druk je gewoon even op Sony Vegas. En dan start je als het goed is op. Voilà. Het is zo handig hoe je alles snel kan aanklikken. En het is echt... Holy shit, ik had dit echt niet verwacht dat er zo veel opties in waren. En ja, je hebt natuurlijk ook meerdere pagina's, dus het is echt een super top dingetje. Ik laat natuurlijk ook even een linkje in de beschrijving achter naar Elgato natuurlijk, waarvan dit mooie streamdekje is. Dus ik zou zeggen, check zeker even dat linkje uit. En dan ga ik hier bij de video afsluiten. Ik hoop dat jullie deze unboxing video leuk vonden. Vergeet ook niet zeker even een duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet even te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later mensen.